Meine Orders waren vor allem Fan von Elvis Presley, nicht von The Beatles. Ich habe die Musik mehr via meinen Bruder und meine Schwester lernen kennen, als ich klein war. Und auch via selbst alles das meiste entdeckt. Meine Orders waren nicht so viel mit Musik bezig. Toen ik klein was, mijn zusters, die kochten singeltjes in de jaren 70 van Mutt en Status Quo en Deep Purple. En ik vond dat ook leuk en ik luisterde mee naar die singeltjes. Mijn broer die was in het leger in Duitsland en die bracht platen mee van Kraftwerk, van Roxy Music, Supertramp, ook in de jaren 70. En zo heb ik die muziek ook leren kennen. De eerste plaat was Leo. De eerste plaat dat ik gekocht heb in 1980, denk ik. Dat was via een boekenclub. Daar heb ik deze besteld. In Gent, Radio Toestel. Toen heb ik ook aan de Gent zat, de toestel stond altijd op. Dat waren heel, dat was een alternatieve radio. Heel goede programma's, alle soorten muziek, maar ook in verband met New Wave, heel goede programma's. Radio Progress in Sint-Niklaas, heel veel naar geluisterd, hele goede radio. En op de radio vrij af met Guste Kosters, elke woensdag namiddag. Hier nog heel veel cassettes opgenomen. Domino op radio, Nationale Radio. Spleen op Hilversum 3 en Radio Noom. Begin jaren 80, heel goede programma's. En dan Radio Centraal in Antwerpen. Dat is later. Ben ik later naar beginnen luisteren. Rond 87. De periode dat zo wat de New Beat ontstaan is. Maar toen luisterde ik ook naar Liaison Dangereuse. In Antwerpen op Radio SIS en nog 7 andere radio's. Dat was samengesteld door Paul Wart en Sven van Ees. De New Wave beweging was belangrijk voor mij. Voor de punk was ik iets te jong. Maar de New Wave heb ik van in het begin meegemaakt. Ik was de eerste, samen met mijn vriend, de eerste New Wavers in Hamme, die in het zwart waren gekleed. We gingen toen naar Brussel, ons kleren gaan kopen in de Agora Galerij. Mijn roots liggen meer in de New Wave en dan meer in de elektronische New Wave. Niet echt in de gitaar New Wave. Gitaar New Wave is meer Cold Wave, Gothic. Mijn roots liggen meer in de elektronische zijde van de New Wave. Cabaret Voltaire. Yellow Wave, Pop Ketchup. Robin Disco, SPK, al die groepen. Ben ik toen van in het begin beginnen verzamelen. Eerst is de verzamelwoede van de Minimal Sin begonnen, begin jaren 90. Toen waren overal verzamelaars in Duitsland, in België, Frankrijk, die bepaald genre van muziek beginnen verzamelen zijn. Minimal Sin noemde dat. Eerst Minimal Electronics. En ik was ook zo'n verwoed verzamelaar. Ik ben in contact gekomen met mensen van overal. We zijn beginnen muziek uitwisselen. Naast de New Wave de beste beweging die ooit in België is geweest. Ik heb ze zien ontstaan. Ze is ontstaan uit de New Wave. En ja, het was fantastisch om dat mee te maken. Ik ben naar de Boccaccio geweest in 87, zondagnachten. Ik ging daarvoor weg
in 55 in Gent, waar die muziek toen al gespeeld werd. Ze werd ook al gespeeld in Antwerpen, ja, in de Ancienne Belgique. En ik vond het een fantastische beweging. Maar na 2 jaar is het volledig commercieel geworden en was het volledig omzeep. Maar het feit dat er nu nog altijd over die New Beat wordt gepraat, wil wel zeggen dat het iets teweeg heeft gebracht. Overal werd toen New Wave gespeeld in alle discotheken. Daarvoor was het alles commerciële muziek, Prince, Madonna, en in één keer draaien ze Snowy Red in alle discotheken in België. Wat is dat hier? Daarvoor werd dat enkel gespeeld in de Rio in Hamme, in de New Wave discotheken. En één keer Snowy Red, een split second, over in elke discotheek in België. Dus ik dacht, voor mij was dat ongelooflijk. Dat kan, nu is dat niet meer mogelijk. 2006 heb ik mijn eerste concert georganiseerd. Festival in feite. En dat is dit. Het eerste Minimal Synth Festival in de Twilight Ritual, Open Hammer Analysis, een gastoptreden van Marshall Cantorell, die nu hier gekend is in de Minimal Synth wereld. De eerste was in Sint-Niklaas, dit was de tweede. Sudetencrash en Somnambulist. En dit was het derde festival. Daybed, Nuclear Waves en Violence Conjugale. En dat was het vierde festival. Dat waren 2 dagen. Dus in feite hebben we 4 festivals georganiseerd. Ik doe dat samen nog met iemand, Chris Nagels. Wij samen vormen de Underground Wave groep. En heel veel concerten georganiseerd. Automelodie, UV Pop. Marshall Cantorell hebben we al 4 of 5 keer georganiseerd. En nog veel meer, al heel veel concerten georganiseerd, maar altijd in Antwerpen. Mijn platenlabel ben ik begonnen, eerst ben ik een platenwinkel begonnen. 2 jaar. En toen ben ik ook mijn eigen platenlabel begonnen. Dat was zo 2009, denk ik, ongeveer. De bedoeling was om een verzamelde LP te maken met nummers die enkel op cassette zijn verschenen. En alleen van België. Obscure underground Belgische wave die enkel op cassette is verschenen. Dat was de bedoeling. Meestal in eigen beheer werden die cassettes uitgebracht. De do-it-yourself mentality van in de punkperiode is ontstaan. Toen zijn de eerste cassettes ook begonnen. Een soort netwerking tussen cassettelabels van die periode. Ik heb heel veel mensen gecontacteerd. En op die manier aan heel veel cassettes geraakt. De typische Belgische New Wave sound, die is, ja, het is een sound die gekend is over heel de wereld. De voornaamste roepen zijn de Neon Judgment, Fronto for Two, maar ik ga veel dieper. Ik ga naar de underground wave met die groepen die echt underground zijn, maar die voor mij even goed klinken als Fronto for Two en de grotere groepen. Er was veel creativiteit in België in die periode. Het zijn de eerste 4. En volume 5 ben ik mee bezig, maar eerst komt er een verzamel-LP uit met singeltjes. Ik ga een verzamel-LP uitbrengen met singeltjes van de jaren 80. Een Underground Wave 7 inches. Singeltjes die ik toen verzamelde en die vrij zeldzaam zijn,
voornamelijk Belgische ook, en die ik terug uitbreng op een samenleving. Dat is de eerstvolgende release. En daarna Underground 2, volume 5. Het is niet zo gemakkelijk om 1000 exemplaren van een plaat te kunnen verkopen. Zeker niet als klein label, dat is niet gemakkelijk. Dus wij houden het bij 500. Deze cassette. Ik heb dat hier opgezet. Shall I do it? En een DJ in Duitsland, Mick Wills, heeft dat opgepikt. Heeft dat in een mix gezet. Iedereen is dat leuk beginnen vinden. En die heeft dus een edit uitgebracht op een Hollands label, een gekend Hollands label, sublabel van Clone Records. En deze plaat wordt nu door veel DJ's gedraaid voor het ogenblik. Ook andere DJ's in andere genres. Mick Wills is DJ van Gigolo Records. Hij speelt overal, Berlijn, Boiler Room. Dus ik vind het heel goed dat dat op Maxi is verschenen, op een ander label. Dat geeft erkenning dat mijn platen worden. Dat de mensen mijn platen goed vinden. In plaats van Front 2 for 2, Welcome to Paradise, de live versie, als je die speelt, dan breken ze het kot af. Maar dat is op CD, dus niet op vinyl. Top 3, er zijn heel veel, maar ik ga gewoon 3 opnoemen. Twilight Ritual, de LP van Twilight Ritual, Rituals. Oh, is een van de top Belgische platen voor mij. De cassette van de Blaze Colors, de demo cassette, de eerste cassette. Against the Dark Trees Beyond. En misschien de LP van Polyphonic Size, Vivre pour chaque instant. Voor een beperkt publiek, geen commerciële muziek, voor een beperkt publiek met een eigen attitude, ik blijf altijd underground. Ik ga underground blijven in de muziek. Ook wat ik nu al gedaan heb en wat ik nog ga doen, dat gaat underground blijven.